Op deze persconferentie na de wedstrijd KMS Carijnse Club Next met de beide trainers, de heer Rick de Mil en David Evaert. Welkom. We gaan beginnen met de bezoekende trainer. We vragen altijd graag naar de analyse van deze wedstrijd, naar jouw visie. Ik denk dat wij de wedstrijd goed begonnen zijn met goede intenties. De intenties om tegenstander goed in organisatie op te vangen en de juiste momenten en ook onder druk te zetten. Ik vond dat wij in het begin daarin slagen, maar ik vond dat er heel snel verval was bij ons. En dat Deins overgenomen heeft. Ik ben vrij streng voor onszelf in deze wedstrijd, omdat wij, vond ik, niet het niveau gehaald hebben dat we de voorbije weken gehaald hebben in ons voetbal. Er was te veel verval, te weinig de juiste keuzes vinden. Uiteraard ligt dat altijd ook een deel aan de sterkte van de tegenstander. Dat is zo. Maar ik vind dat wij vooral naar onszelf moeten kijken. En heb ik ook meegegeven aan de rust. Na de rust vond ik dat de jongens net iets meer geprobeerd hebben om die ruimtes en die mogelijkheden te vinden. Maar ik denk dat wij over heel de wedstrijd gezien niet ons beste niveau gehaald hebben. Merk je anderzijds een evolutie tussen de start van de competitie en nu met jouw ploeg? Ik vind dat wel. Ik denk dat wij in het begin, als wij onze wedstrijden verloren, dan was dat omdat de tegenstander veel beter was dan ons. Heel klaar, heel duidelijk. Wij waren in het begin zoekende naar het niveau van 1B. Vandaag zijn we op een punt gekomen dat we streng zijn voor onze jongens. Ja, dat we streng zijn omdat we niet ons beste niveau halen. En toch vind ik dat we hier niet weggespeeld zijn. Ja, dat het niveauverschil niet van die aard was dat wij moeten zeggen van hier was totaal niets te halen. Dus ik denk dat we op dat vlak wel duidelijk een evolutie zien. En ook naar strengheid naar onze jongens toe, vind ik dat we een evolutie zien. Want ik herinner mij de eerste wedstrijd tegen RWDM, waarin dat we misschien een soort gelijk aan het spelen waren, 2-0 verliezen. En eigenlijk na de wedstrijd zeggen van, hey jongens, dat hebben jullie goed gedaan voor de eerste wedstrijd. Mm-hmm. En nu zijn we ongelooflijk ontgoocheld en zijn we eigenlijk vrij streng in de kleedkamer. Mm-hmm. En pikken de jongsters, pikken ze dat goed op? Kunnen ze leven met de kritiek? Ja, dat is ook een ontwikkeling van de jongens. Er zijn momenten geweest als we 6-1 verliezen. Dat we ze heel goed beschermd hebben. En dat ik toch het positieve van die wedstrijd aan hen proberen duidelijk te maken. De ontwikkeling hen getoond heb, waar we mee bezig zijn. Maar er zijn ook momenten in profvoetbal waarin dat je kritisch moet zijn, waarin dat je scherp moet zijn, als team, ook staf, samen, als je verliest, je moet zeggen van oké, dit moet absoluut beter. Dus ook daar moeten ze mee leren omgaan. En ik denk aan bij mijn collega dat dat niet anders is. Dat zijn dan misschien oudere spelers, maar ook daar zal er soms een keer gezalfd worden. En ook daar zal er soms wel een keer een hartig woordje gesproken worden. Dat is nu eenmaal prof. Oké, dank u wel. Naar onze coach David. Mag ik zeggen, proficiat met de overwinning, maar daar stopt het bij vandaag? Of ben je al bij al nog tevreden? Ik hoorde net uw collega zeggen, er zat heel veel slordigheden in het voetbal. Vind je dat van jouw ploeg ook zo? Ja, ik vind uw vraag eigenlijk wel een beetje onrespectvol, eigenlijk. De manier waarop je uw vraag formuleert. Ik stel het tussen. Ja, maar de manier waarop je het formuleert, vind ik een klein beetje onrespectvol. Want ik zie van die groep van jonge jongens van club, 5 jongens die op de bank zaten tegen Dortmund. Mm. Dat is Champions League. Dat is het allerhoogste niveau in Europa. Dus de jongens die daarvan geproefd hebben, die hebben wat in hun mars, want anders zit je nooit op de bank in Dortmund. Nee, ik heb het niet over. Ik ben vol respect. Okay. Ja, maar je zegt van, dat is al een overwinning, dat is al.
daarmee is alles gezegd. Ik denk, als je dit club ziet, hè, die hebben eerst en vooral een plaats in 1B. Dat heb ik ook voor de wedstrijd aangehaald bij de pers. Dus die hebben een, zeker een plaats in 1B. Het is een frivole ploeg. Het is een frivole ploeg die, die speelt en die, die bekwaam is, die, die technisch sterk is, die atletisch is. Hè, als je die centrale verdedigers ziet. Die jongens zijn en snel en explosief en technisch onderlegd. Dus het is gewoon een goede ploeg. En ik heb de wedstrijd bekeken van Westerlo, van Club Westerlo. Dan heb ik gezien dat Westerlo in de hele tweede helft geen enkele kans gekregen heeft tegen dit club. En dat club verdient een puntpak en misschien meer konden krijgen tegen Westerlo. De overwinning vorige week tegen Lierse. En dan, als ik onze wedstrijd van vandaag analyseer, dan zie ik dat we eigenlijk 6 doelrijpe kansen gekregen hebben de eerste helft. Waarbij we nalaten om dan te scoren. Waarbij dat een beetje onszelf in de voet schieten, want we zijn niet scherp genoeg. Dus het feit dat we niet scoren, ligt eigenlijk wel een beetje aan onszelf. We missen daar scherpte. En eigenlijk het killer instinct om, om de jongens in de eerste helft er iets door te doen. Of toch op achterstand te plaatsen. En ik denk dat daar de sleutel ligt van deze wedstrijd. Want als je ziet de momenten dat club de wedstrijden verloren heeft met duidelijke cijfers, zijn toch al vooral momenten dat ze in de eerste minuten 1 of 2 doelpunten binnenkrijgen. Dat was zo tegen Union, dat was zo tegen Serrain. Dat kon hier vandaag ook het geval zijn. Hadden wij, mits de nodige dosis scherpte en efficiëntie, dat was de eerste helft dus niet het geval. Club kon daar 2 keer... 1 keer dreigen eigenlijk met een centrale vrije trap in de eerste helft. En misschien een shot in het zijnet van Baten. Hebben ze daar inderdaad niet veel tegenover gesteld. Maar dan weet je, als je in de rust binnenkomt in de kleedkamer. Het is 0-0 en je hebt 6 doelrijpe kansen gemist. Heel wat stille in de fase gehad. Vorige week het wedstrijdbeeld tegen Lommel was identiek. Domineren de eerste 20, 25 minuten. Prachtig voetbal, goed voetbal, veel kansen. De beste van het seizoen, zegt iedereen. En 22e minuut, centraal vrije trap voor Lommel, het wordt 0-1. Moet je achtervolgen. En ja, het was een beetje vandaag hetzelfde beeld. Waarbij dat het in plaats van 0-1, 0-0 blijft. En naarmate de tweede helft vordert, verandert de mentale gedachte bij beide ploegen. Bij club, die jongens gaan erin geloven. Die gaan zeggen van, vandaag is het, we hebben vorige week gewonnen tegen Lierse. We hebben een punt gepakt tegen Westerlo. Het is 0-0. Jongens, we gaan er vandaag terug ons kans gaan. En bij ons is het net dat tegenovergestelde. Datgene dat je zegt van, oké, tegen Lommel, die kansen had niet afgemaakt op achterstand komen. En dan gaat het mentaal een beetje meespelen. En ik vind dat we de tweede helft geduwd hebben om toch te scoren. Goed in organisatie gebleven zijn, maar toch voluit voor die overwinning gegaan zijn. Het doelpunt valt op dat moment verdiend. En dan is het, zolang dat het 1-0 blijft, is natuurlijk tot op het einde vechten voor elke kans. Want iedereen herinnert zich de wedstrijd in club. De spelers hebben we er nog een keer van de week dubbel op geweest. Hebben we gezegd van tegen dit club, heb je pas gedaan in de 95e minuut. We kregen een doelpunt binnen in club in het 90e minuut. De 1-1. Dus die kans zat er vandaag ook in. En dan uiteindelijk zou ik zeggen van oké, 1-0 winst. Een moeilijke wedstrijd, een zeer moeilijke wedstrijd waarin het club zeer goed gedaan heeft. Waarbij wij toch wel moeite hadden hebben om die overwinning te consolideren. Maar ik denk dat niemand kan ontkennen toch dat deze zege verdiend is. Het was belangrijk om de 0 te houden vandaag. Het was belangrijk om te winnen vandaag. Het was niet belangrijk om de 0 te houden, het was belangrijk om te winnen. Of dat nu 3-2 is of 1-0, voor mij is dat hetzelfde. Je moet een doelpunt meer maken dan een tegenstander. En voor mij was vandaag niet belangrijk om de 0 te houden, voor mij was vandaag belangrijk om de 3 punten te hebben. En dat is gebeurd vandaag. Goed, jullie pakken nu, de anderen moeten nog spelen, de 3e plaats. Mag Deins de ambitie koesteren om een beetje hoger te kijken? Kijk, wij zijn sportman, allemaal professionele sportman. Wij zijn allemaal, als je zegt, staat op de 3e plaats en we hebben geen ambitie om volgende week op RWDM te winnen, dan zijn we geen sportman. Ik ben een trainer die ongelooflijk gebeten is om te winnen, elke match. En soms lukt dat een keer en soms lukt dat een keer niet. Dus volgende week gaan we weer alles aan doen om die match te winnen. En of dat wij nu 3e staan, of 4e staan, of 2e staan, zal hem mijn interesse pakken.
ik wil volgende week die match tegen RWDM winnen. En ik wil er alles aan doen om die groep klaar te maken om volgende week tegen RWDM te winnen. En wat dan de ambities zijn van n'importe qui en n'importe quoi, dat interesseert me niet. Ik wil die match volgende week winnen en ik wil er alles aan doen om met die ploeg een goed figuur te slaan in RWDM. Ik denk dat de spelers ook willen winnen. Ik hoop dat, en ik ben ervan overtuigd. Oké, zijn er vragen voor een van de beide trainers? Coaches, die moeilijk wel een Champions League mee. Maar in Jong was het ook zo dat het iets moeilijker is dat die vijf man mee. Dat je dan ook niet heel de goed ter beschikking hebt, dat dat iets moeilijker is voor u? Boah, voor mij maakt dat weinig verschil uit. Maar ik denk dat dat ook de ontwikkeling is dat ik met mijn groep heb doorgemaakt. Is dat je na de eerste Champions League wedstrijd, oké, kan je nog ergens zeggen van, goed jongens, dat is profvoetbal. Als je echt profvoetballer wil worden bij Club Brugge, ja, dan zijn er 2 wedstrijden in de week, 3 wedstrijden in de week. Ja, en dat is een leerproces. Maar dat leerproces hebben we gehad, vandaag kunnen we ze niet achterweg steken. Ik kan hier niet zitten op een persconferentie en zeggen van, kijk, mijn team heeft niet zijn beste niveau gehaald, omdat er een aantal mee geweest zijn in Dortmund. Dat zou flauw zijn. Het zou ook onrespectvol zijn aan de tegenstander. Dus ik vind dat die jongens daarmee moeten kunnen omgaan. Maar het klopt inderdaad wel dat sommige jongens daar misschien iets meer tijd voor nodig hebben om dat op te pikken dan anderen. Maar op zich gaan we ons niet achterweg steken. Ons niveau was vandaag niet voldoen. Nog vragen voor David eventueel? Nog vragen? Hans, Johan? Geen stel? Was duidelijk genoeg? Nee, dat was duidelijk. Voilà. Ja. Dat is altijd bedankt aan beide coaches. Veel succes. Dank je. Oké, merci. Salut. Jonas. Oké, welkom voor deel 2 van de persconferentie met de spelers van KMS Karijnse, Jans van Steenkisten. En Alessio Stalens, eerst en vooral proficiat met de overwinning. Ik ga beginnen met Alessio, want hij was hier vorige week ook. En ik hoor u nog zeggen, volgende week moeten we winnen. En dat is gelukt. Maar het was zeker niet gemakkelijk vandaag. Nee, tuurlijk niet. Wel, ik denk dat we dat vooraf wel wisten dat het niet gemakkelijk ging zijn. Goeie ploeg. Veel strijdlust. De eerste helft hebben we onze kansen niet afgemaakt eigenlijk. Waardoor dat we, wel, ik kan niet zeggen in moeilijkheden kwam, maar ja, de tweede helft was iets moeilijker, toch? Oké, ja, dan maken we gelukkig dat toepunt. Een beetje de bevrijding, maar nadien zakken we iets in, waardoor dat ze toch nog enkele kansen krijgen. Ja, zag je dat scenario van de heenwedstrijd voor je ogen op dat moment? Of speelt dat geen rol? Ja, tuurlijk. Ja. Zeker als de ref dan bepaalde fouten toegeeft rond de 16, waardoor ja, zijn spelers met goede traptechniek. Dus dan moet je zeker opletten op stilstaande fases ook. Dat hebben we ook gemerkt. Maar gelukkig vandaag is het 1-0 gebleven. Ja. Jannes, na dat doelpunt, dan komen ze langs alle kanten, hè, die jonge gasten. Maar jij bleef er vrij rustig in vandaag, vond ik. Hoe heb je zelf de wedstrijd ervaren? Nee, ja, zoals al is zo gezegd, de eerste helft moeten we eigenlijk gewoon een doelpunt scoren, waardoor dat we iets meer op ons gemak de wedstrijd zouden kunnen uitspelen. De tweede helft valt dat dan toch. En daarachter kruipen we misschien iets te veel achteruit. Zij hebben natuurlijk ook niks meer te verliezen dan, dus ze gaan al in. Maar ik denk dat het goed is dat we de nul op bord houden en dat we de 3 punten thuis houden hebben vandaag. Heeft de trainer tijdens de rust bijgestuurd? Oh, niet extreem veel. Nee. Ik denk dat we een paar kansen creëren en dat we wel goede druk erop hadden ook, dus dat hoefde ook niet. Het was gewoon een zaak van dat eerste doelpunt te kunnen scoren en zo
de wedstrijd iets rustiger te kunnen aanpakken. Mm-hmm. Maar het was zeker geen gemakkelijke wedstrijd. Heb je waarschijnlijk ook wel ervaren vandaag? Nee, absoluut niet. Je weet dat ook tegen een heel talentvolle ploeg die niks te verliezen heeft in deze reeks. Weet je dat geen gemakkelijke wedstrijden zijn? Die bestaan ook niet in deze reeks trouwens. Dus ik denk dat we blij mogen zijn met de 3 punten, dat heel belangrijk was vandaag. Ja, oké. Okay. Zijn er nog vragen aan een van Jannes of aan Alessio? Jannes, kijken jullie naar boven of naar onder in de rangschikking? Ik denk dat we daar niet te veel moeten mee bezig zijn. De ene week win je en kan je misschien naar boven kijken en de ene week verlies je en moet je naar beneden kijken. Dus alles staat heel dicht op elkaar. Dus daar moeten we niet mee bezig zijn. We moeten gewoon week tot week kijken en zorgen dat we genoeg punten kunnen meesprokkelen. En op het einde van de rit zien we wel waar dat we uitkomen. Maar jullie staan op jullie plaats, die derde plaats, dat is... Ja, we moeten zeker de middenmoot ambiëren. Hè. Maar alles ligt heel dicht bij elkaar, ik zeg het nog een keer. Maar ik denk dat dat wel een ambitie is om toch in de middenmoot zeker mee te draaien. Goed. En wat weet je nog van RWDM? Zondag naar RWDM, wat weet je nog van die geen match? Ja, ook weer een stevige tegenstander. Hè. Ik denk dat hun thuisresultaten ook goed zijn. Dus het belooft weer een moeilijke wedstrijd te worden. Maar we hebben een lange week om die goed voor te bereiden. En te zorgen dat we er staan. Dan kunnen we hier afsluiten. Hartelijk dank, Jannes. En dan is je ook weer succes volgende week. Hè. Dank u wel. Merci. Terug gaan we de 3 punten. Sowieso.